Een van de bekendste onderwerpen om over te vloggen is beauty en fashion. En de grootste van Nederland op dit gebied is Masha Feoktistova. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Masha's YouTube-kanaal heet Beauty Gloss en ze heeft meer dan 400.000 fans. Ik ben gek op alles wat met beauty te maken heeft, zowel uiterlijk als innerlijk. Nou, ik kijk gewoon heel goed om me heen. Ik kijk wat je veel terugziet op de catwalk en wat je veel op straat ziet. En dan denk ik, oeh, dat is leuk. Bijvoorbeeld het festivalknotje zie je nu heel veel. Dan denk ik, nou, daar kan ik wat mee doen. Gewoon lekker vastzetten en lekker hoog maken. Je moet heel consequent zijn met uploaden. Dat is denk ik de belangrijkste tip voor YouTube. Ik heb even lekker gedoucht en ik ga slapen. Je ziet dat heel veel mensen die beginnen en die denken, ja, en ik ga elke dag of twee keer in de week een video maken. En dan haken ze af na 3 of 4 weken of nou, een paar maanden, omdat ze denken, gewoon heel consequent door blijven gaan. En als je dat dan zou vertalen naar ons YouTube-kanaal, hoe zouden wij dat aan moeten pakken dan? Ik denk dat je vooral moet doen waar je goed in bent. En in jullie geval is dat natuurlijk leuke items maken. Korte vlogstukjes of behind the scenes. Dat is heel populair. Dus een soort daily vlog, wat er dan op de redactie gebeurt. Oké, dit is de uiteindelijke look. Deze bril, zo, en dan laarsjes erbij en gewoon stoffen tas. Wat jij dan doet op zo'n dag, ik zou dat wel willen weten. Ik zou dat wel kijken. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en ik zie jullie snel weer. Doeg!